1 barst de bom. In het Munttheater in Brussel is er een uitvoering van de populaire opera La Muette de Portici. Tijdens de aria Amour sacre de la patrie, de liefde voor het vaderland, is er reactie en bijval in de zaal, niet ongebruikelijk in die tijd. Er wordt door sommigen zelfs vol vuur meegezongen. Maar als het publiek met die stemming nog in het achterhoofd buiten komt, staat er een menigte die al weken eerder blijkt te zijn georganiseerd en betaald. Woedende leuzen worden geschreeuwd, de gemoederen raken verhit en rellen begint. De politie staat machteloos. Ook 2 pelotonsgrenadiers en jagers die erop af worden gestuurd, kunnen het ontstane geweld niet keren. De geest is uit de fles. Dit is geen opstand tegen mij als koning, nog tegen mijn beleid. Dit is een opstand van de Belgen om zich af te scheiden van ons koninkrijk. In oktober 1830 verklaart België zich zelfstandig. Het wordt erkend door Engeland, Frankrijk, Pruisen en Rusland. Op 21 juni 1831 wordt Leopold van Saksen-Coburg ingehuld als koning der Belgen. Maar dat pikt Willem niet. Op 2 augustus trekt het Nederlandse leger België binnen. In zijn dagorde voorgelezen aan de manschappen schrijft kroonprins Willem onder andere: bij het nemen van toevlucht tot de wapenen sluit de koning die een ware vader zijn er onderdanen is geen zins den weg der onderhandelingen, hoezeer deze tot dusverre zo vruchteloos geproefd zijn. Geen wraakzucht gaat onze legerspits vooruit. Den vreedzame ingezetenen zeggen wij veiligheid en bescherming, den Belgen in de ondersteuning toe. Wij komen om hun en onszelf den vrede weder te geven. Leidsjagerkorps schrijft in zijn dagboek dat waar ze kwamen, ze niet vriendelijk bekeken werden. Het was ons in Mol zeer vijandig. Generaal Meijer had er kennis van gekregen dat de bevolking daar zeer sterk bewapend was. Hij deed de inwoners bekendmaken dat men hem alle wapenen moest afgeven. Toen dit zonder gevolg bleef, liet hij bekendmaken dat zo men binnen 2 uur tijds niet alle wapenen aan hem had afgegeven, het dorp in brand zou geschoten worden. De generaal laat kanonnen plaatsen bij de belangrijkste gebouwen, kerk als eerste, met manschap erbij. Deze maatregel had wel enig effect. Zijnde ontmoeten wij de ons inwachtende brigade. Hielden nog half uur halt, de divisie ging blijmoedig den vijand tegemoet.
Weldra kwam ons de prins van Oranje en prins Hendrik voorbij rijden en zich aan het hoofd onze divisie stellen. Een donderend en aanhoudend hoera klonk nu de gelederen door. Wat volgt zijn meer schermutselingen dan wel veldslagen, waarbij de Belgen in hoofdzaak worden verjaagd of zich uit voorzorg terugtrekken. Hasselt wordt veroverd, Tongeren. En op 12 augustus gaat het op naar Leuven. Bij Boutersum is er weerstand van Belgische artillerie. Een van de eerste kanonskogels verbrijzelt de voorbenen van het paard van de kroonprins. Hij bestijgt een ander paard. Ik heb volstrekt niets bij de heren, wees bedaard. Dat is mij zo dikwijls gebeurd. Ook bij Leuven is er hevig kanonvuur. Johannes Hartman en zijn eenheid liggen letterlijk plat op de grond tussen de artilleriestelling van hun leger en dat van de Belgen. Dan horen ze dat de stad ook aan de andere zijde wordt beschoten. De commandant verschijnt. Goede tijden, jongens. Er is gecapituleerd. Morgen voor 12 uur zal de vijand de stad binnen ontruimen en wij binnen dezelfde vertrekken. We'll be right back.